Zeg, Rudy. En, oh, heb jij Huub ook gezien hoeveel volk dat hier gezien? Dat is geweldig, zoveel mensen, joh. Schoenen mensen, maar ze zijn volgens mij al nog produce. Dat is al te vroeg gebeuren. En ben ik nu? Ja. Ben ik aan het wachten? Ja. Jong en oud, altijd bij mijn koor. Intergenerationeel. Juist. Intergenerationeel. Dat wil zeggen, jong en oud, tezamen. Samenwerken, goed. Toen begin. Zeg, Rudy, het wordt stil, ik snap dat dat de snuit raakt. Ja. Want het hoort begin, hè. All the loving and separating, all the turning to face each other. I divide in the sky, in the seams between the beams. All the loving and separating, all the turning to face each other. Without biodiversity, I'm nothing. It's like I never existed. Without my home, with no reflection, I cease to exist. Op onze jaarlijkse receptie van onze vereniging ter bevordering van de verspreiding van de filantropie. En voor wie dat niet verstaat, er zijn informatieve brochures te verkrijgen aan de ingang. En er staat een mandje naast, u mag geven wat u wil. Welkom ook aan de mensen van het stadsbestuur. En er zijn ook heel wat afgevaardigden van de provincie. Hartverwarmend. Deze avond is het de bedoeling dat we enkele van onze leden eren in de bloemen zetten. Omwille van hun verdienstelijke verdiensten. En als ik even een persoonlijke ontboezeming mag doen. Deze bonte club van mensen ligt mij erg na aan het hart. En ik mag zeggen dat sommigen ook echte vrienden zijn geworden. Hé, prins, wij zijn toch vrienden, hè, prins? Ja, oké, prins, dank u. We hebben allemaal een glas in ons hand. We klinken vanavond op onze samenwerking en verbondenheid. Proost! Miljaar, soms vraag ik me echt af wat ik hier zat te doen. Allee, begrijp me niet verkeerd. De receptie, alles in orde. Hè. Eten, drinken, er is een beetje volk gekomen. Allee, het is niet goed. Hè. Maar het leeg in het algemeen. Ik kan het er zo zwaar mee hebben. Ha ha ha.
Uit de buurt. Alleen de kinderen nu leren dus heel veel van ja, hoe zij vroeger dingen beleven, hoe het vroeger eraan toe ging. En die, ja, die gespreksformaliteiten, dat leren ze ook wel een beetje aan. Hè. Hoe ga je gesprek starten? Dus het is heel waardevol en ik denk, het is maar één van de mogelijkheden wat je kan doen op intergenerationeel vlak. Ja, dan wil vrij gewoon wel kerstas met u. Een uitschort voor antennen ogen. En bereikbaar, hè? Ja, maar ik wil het toegeven, maar een nieuwe gsm, alleen smartphone, heb ik ook een beetje problemen. Waarom gewoon? Ik versta er niet alles van. Oké, je moet dat aan die kleinkinders vragen, die weten dat. Ja, maar... Je moet kleinkinders hebben natuurlijk. He. Ja. Ik heb dat al aan mijn kleinzoon gevraagd. Maar die heeft als zo'n apart. Verstoe je alleen? We zullen het aan de jongeren vragen als hij een oplossing heeft. Weet de gulden door iets zo? En een middagdutje doen, dan verveel ik mijn beestje. Dan wil ik eten. Dan ontdek ik dat ik geen dessert heb gehad. Dan word ik direct nieuwsgierig. Dan word ik rustig. Dan heb ik direct zin om te liggen. Als mijn oma voor mij voorleest... Wil ik haar knuffelen. Dan fantaseer ik het verhaal in mijn hoofd. Zit ik knus tegen haar aan. Dan word ik heel slaperig. En moet ik naar het toilet. Probeer ik. Dan wil ik snoepjes eten. Mijn broer ook rustig te krijgen. Dan word ik direct nieuwsgierig. Dan valt mijn mond wagenwijd open. Dan begin ik te springen in de zetel. Dan voel ik me blij. Dan krijg ik direct drang om te eten en te drinken. Laat ik soms een kleinste. Er was eens een moedervee. En had ze kindertjes? Ja, twee. Twee kleine feeënkindertjes met vleugeltjes als vlindertjes. Ze waren beide mooi en slank. Maar het ene kind was lelieblank. Zoals de feetjes wezen moeten. En het andere kind zat vol met sproeten. De moeder was heel erg ontdaan. Ze wast het kind met levertraan. Met katjesdauw. Met tijgermelk. Ze doopte het in een bloemenkelk. Maar het hielp geen steek. Oh nee, het was en bleef een sproetenvee. Mijn dochter, zei de moeder toen, nu kan ik er niets meer aan doen. Je bent als vee, zacht uitgedrukt, volledig en totaal mislukt. Ga naar de koning Barrebijt en zeg daar... Uwe majesteit, mijn moeder doet de groeten. Ik ben een vee met sproeten. Wellicht neemt koning Barrebijtje dan een dienst als keukenmeid. Die man heeft altijd wel ideeën voor min of meer mislukte veeën. En geef haar koek en geef haar ijs. Ze blijft hier wonen in het paleis. Nu woont het veetje al een tijd aan het hof van koning Barrebijt. En niet als keukenmeid, oh nee. Ze is benoemd tot opperspree. Ze heeft een gouden slaapsalet en gouden muiltjes voor haar bed. En alle heren aan het hof, die knielen voor haar in het stof. Waaruit een ieder weer kan lezen dat men als vee mislukt kan wezen... maar heel geslaagd kan zijn als spree. Dit stemt ons dankbaar en tevreden. Ik ben een spree met voeten!
did. Oh, the loving and separating. Oh, the turning to face. Divide in the sky, in the seams between the beams, oh, the loving and the
heb er echt van genoten. Ik heb er echt van genoten. En volgens mij heb ik dat gezien. Ze stond ermee volledig onder de hoesting. Vol hoesting, maar niet lachen. Eén en al concentratie. Toch wel een keer weer naar. Ik ben hier volgen samen met jonge mensen en ook met minder jonge mensen. En ik kom hier graag omdat er een zeer groot intergenerationeel idee achter schuilt. Omdat het zoveel meer is dan alleen maar jongeren te ontmoeten en samen te korrelen. We zijn dus tegen toespring, daarom houden we de route en de leukte bij dat zijn goed. Ik denk dat veel mensen hier komen dat wel echt belangrijk vinden en daaraan mee willen helpen eigenlijk. Maar als we straks ook in drie groepen opdelen, een team soep, een team hoofdrecht en een team dessert. Er was eens een prinsesje, of nee, een smurfin. Hoe heet die ook alweer? Oh, een sneeuwklokje. Sneeuwwitje, hè, oma? Sneeuwdingske. Sneeuwdingske woonde in een klein huisje met de zeven. Oei, mijn valse tanden. Het is allemaal in orde. Maar ik vond haar toch eigenlijk een powerwoman. Serieus? Zij was Sneeuwwitje wel vergiftigd, hè? Ja, dat wel. Maar iedereen heeft zo zijn foutjes, hè? En niemand is perfect, hè? Trump. En voor Sneeuwwitje was dat nog erger dan al die pesticiden. Schöne nachten, dagpaise, oh mijn liefke. Oer das es, door kunne kik niet komen. Want er voordig die eter opgesloten. Omdat ik niet ziek genoeg ben voor hem. La ri la, la ri la la lero. La ri la, la ri la la la. La ri la, la ri la la lero. La ri la 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 la. La ri la, la ri la la lero. La ri la 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 la. La ri la, la ri la la lero. La ri la 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 la. Wat ik doe, ik doe al wat te beletten. Dat we bij elkaar zoen zijn. Zie hem zitten door voor een gesloten deuren. Geen kompas, kantine tiran. La di la la di la la lero. La di la la di la la la. La di la la di la la la. La di la 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 la. Dat zijn zelfgemokte instrumenten. Dat is gemokt geworden door die bende die er zit spelen. En niet de handen dat ik mevrouw en heb gezien hoe dan die kleine gasten van dat kampenorkest erop geklukt hebben. Ja, ja, ja. Dus dat was goed. Dat was in de schoen, ja, dat was in de ik vind dan dat, alleen dat is vrijwaars gedoe. Dat is vrijwaars gedoe. En ik verdien, die verdien zeker een dubbel applaus. Ja, ja. Ja, dat is inderdaad cool, hè, als je dat zo ziet. Als professor Gens, uurke kreeg hoe moeite het mijn steen, maar zei, er wordt geen Gens niet meer klapt gelijk vroeger. En dat is goed als juist. Zelfs de mensen die nu nog goed Gens klappen, die klappen nu geen Gens niet meer gelijk, omdat er 50 of 100 jaar lang Gens geklapt werd. Alle tolen en nu het Gens dus, zijn onderhevig aan invloeden. En tegenwoordig gooit dat met die sociale media rapper dan vroeger. Ronde nummer 1.
Zij is goed uitgeklopt, en hoe zo zit dat? Jongens. Enfin, die is de ronde iets, wat is maar dat voor iets? Ik presenteer onder een woord uit de tolen die me gent uren en je krijgt iedere keer draverkloreng aan ulde voor de zuste te kiezen. En we gaan me gemakkelijk beginnen. Tiest woord is persienne. Is dat... Ja, rustig. Ik voel dat er nog veel enthousiasme in zit, maar het is zondag noon, het mag al wat minder zijn. Hè? Is dat een slagboom, is dat een roltrap of een rolhek? En aangezien dat meer een gers authentiek wordt, hè, dat een beetje nijver is al, ook een keer luisteren bij jonge gast, want wij hebben hier al het loosje gezien met twee rapregenten eerst, maar kijk, ook een loosje met twee jonge gasten. Ik moet zeggen, ik heb er al van gehoord, maar wat dat betekent, zou ik niet direct weten. Misschien weet mijn compagnon. Nee, misschien alleen van mijn oma soms. Ah ja, die boemers, hè. Van de gooitouders allebei. Ja. Die boemers durven dat nog een keer gebruiken. Het is nu aan Hulder, hè. We moeten een quiz mee Hulder hebben. Maar je doet er allemaal recht staan. Genieten? Jawel, hè. Wie dat er past dat een roltrap is, die mag zijn hand in de muur steken. U knie. Wie dat er past dat een rollak is, mag zijn hand in de muur steken. Kankerreur. Schuin, al die luchtige hendels. Maar ben allemaal blijven staan. Het allemaal geraakt, dat is allemaal zus. Maar hebben we er nu vast aan de betaal, we horen op het tweede woord van die stroom. Die persienne was inderdaad een gemakkelijke, maar nu komen we bij de jongere tol. Een osso. Wat is dat? Ja. En ik heb er aan mogelijkheden. Is dat een ijs? Is dat een biesnuf of is dat een asociaal mens? En voordat het begint te roepen wat dat de paas dat is, rustig, kon ik je gaan luisteren bij ons twee knalpoten geënten? En al van Huub van Osso? Ik weet wat dat is. Ga weten wat dat is? Ah ja, ik heb gekeken of groen. En wat? Oh ja, maar dat is niet schuin, hè? Het gezucht. Ja. Dat komt van Dollanders, hè? Is het waar? Goed, dat komt van Dollanders. Ah, oké. Oh, vrij goed. Moet ik een keer luisteren? Van Suriname. Is het waar? Oeh, dat komt van ver. Maar door aanzienen dat van ver kan komen, nu zo. Ja. Al de rest mag onder nederzetten, want het is juist. Applaus voor winnaars. Verroemde 1. Griet, verroemde nummer 2. Gasten, stop. Fabian, waar is Rosita? Goh, ze had er juist over een plakkoordje gevallen. Oei, ze heeft toch geen zier, doen? Nee. Maar ze zit er even te bekomen. Oké. Okay. Van dat rooster, hoor. Ja, ja, allee. Goed, maar moet het mee zijn room nummer 2, ik zei het. Oh, oh, sorry. Oké. Okay. Muziek, geef mutsen. Voilà, ronde nummer 2. Is of was dat u kent? En daarin heb ik het specifiek over een authentiek dialectwoord. Het moet niet speciaal uit Gent komen, het kan uit heel Vlaanderen komen. En de vraag is of was dat u kent? En het woord is Fieslemien. Ja, Fieslemien. Ja, hij is een goed gezegd. Zo zo. Fieslemien, heel wel goed? Ja. Jo, goed zeker. Ja, ze hebben dan mijn tekst of verand gekregen, net zeker dat natuurlijk. Ja, enfin. Wie dat er past, dat dat Gens, S of Woes, mag ze hem terug steken. Fieslemien. Ja, toch mensen die paas dat dat Gens is. Oh, dat van boven nu. Ja. Wel, de dingen die nog hem terug steken, die zijn gelijk. Ja, maar je wilt er allemaal mee zetten. Pas op, hè, van de stoel, je weet het. Ja. Vieslemien is eigenlijk een verbastering van het Frans. En we doen dat het Gens veen, hè. Dus uw Franse woorden verbast dat even. Is een verbastering van het Frans, fysionomie. Ja, een wezen. Een tote. Een maile. Je moet vanaf nu zeggen, zijn Vieslemien stomaniën. En
En pas op, voor wie last u twijfelen, dat stond in de woordenboek van Lodewijk Lieve Vrij Koopman, die dikke boek, op bladzijde 384. Dat is juist. Dat is juist. Hij heeft hem meegaan. Dat is juist, ook aan mee. En dat woordje, die staat er juist eronder, hè. Daar staat er Figaro. Ah, oh, Figaro, ja. Nou, er zijn twee Figaro's geroepen. Ja, ja. Nou, er zijn twee Figaro's. Dat zijn mijn vast. Hoe zeggen ze dat in het Gens? Ik presenteer een Nederlands woord. Met drie mogelijke Gentse vertolingen. Kies het correcte woord dat we in Gent uren. Pas op, meerdere mogelijkheden kunnen correct zijn. Wat zeggen we in Gent tegen geld? Wie paste dat we in Gent blutse zeggen tegen geld? Stiktjempen. Ja, het zijn toch een poot die zo wat, ja, door van boven ook. Wel, de dingen mogen op de zijde, want dat is niet zo. Nee. Want de andere twee gebruik maar wel. Applaus voor de kinders van de derde ronde. We zijn inderdaad splinters, dat is natuurlijk in de woordenboek, splinters wordt ook gezet. Dit was de allereerste prijs, 10 jaar geleden, een prijs uitgereikt aan Domino en de kleutertjes van de school De Buurt. Mag een beetje gaan. Je zult zien dat we een variatie aan intergenerationele projecten hebben beloond met een prijs. En alle mogelijke leeftijden zijn betrokken geweest. Het waren soms muziekprojecten, tuinierprojecten, kookprojecten, leesprojecten. En normaal hebben wij de prijsuitreiking in het Tennepottheater, maar deze keer wouden we voor 10 jaar jullie allemaal uitnodigen. En dat is fantastisch dat jullie hier allemaal zijn met zoveel mensen samen. Fantastisch kunnen samenwerken. En dankzij uw steun hebben we echt het intergenerationeel verhaal in Gent kunnen vormgeven. Het is toch wel een fantastische, mooie afsluiter van onze seniorenweek, van onze eigenlijk intergenerationeel samen zijn. Bie, voor u een grote dank u wel, wat dat allemaal gedaan hebt. Voilà, een bloemen van de schoenen bloemen. Ja. Dank u wel. Ik ben een beetje starstuck. Dat gebeurt niet zo vaak als schepen, maar ik vind het heel ontroerend, Rudy, om dit samen met jou te mogen hier op het podium te staan. Van de vele intergenerationele projecten, ik ga die echt nooit vergeten. Ik vond dat heel mooi als jeugdschepen. Laat je niet enkel jongeren shinen, maar zorg er eigenlijk ook voor dat jongeren hun plek vinden in de stad. En hoe mooi is dat niet om dat met de rijpere Gentenaars samen te doen. Gentenaars die al heel wat levenservaring hebben, al heel wat geleerd hebben, om die wijze levenslessen door te geven aan onze kinderen. Eigenlijk voor jullie zelf, voor die vele vrijwilligers, voor jong en oud, die hier jaar en dag het mooiste van zichzelf geven. En voor onze Rudy uiteraard. Merci. Om u een kijkje te geven achter de schermen. De initiatieven die worden beoordeeld op 5 criteria. De derde prijs gaat naar de Iftaravond. Mogen we de winnaar
winnaars van de derde prijs die hier aanwezig zijn vragen om op het podium te komen. Naar goede gewoonte nemen wij dan een foto. Voilà, de fotograaf staat klaar. Ik ga u geheim vertellen, deze cheque wordt door de stad Gent gebruikt bij gelijk welk project. En dat is met een stift die uitgeveegd kan worden. En applaus. Als dat u Gent. Dus wij vinden het een, de jury vond het een fantastisch leuk project ook. Wat is dat daar? Zakken. Ja. Dus door de erfgoedcel van de stad Gent, samen met de professor Gent, worden er in verschillende middelbare Gentse scholen Gentse quizzen georganiseerd, zoals jullie een vandaag hebben meegemaakt. Senioren en ook in de dienstencentra regelmatig gaat gespeeld worden. Een applaus. Voilà. De eerste prijs. Ik ga aan Elise van onze Big Bang, die in de jury zit, de micro geven en ze gaat toelichten. Ik zou zeggen, wij hier al aanwezig, mogen er zijn. Wij mogen er zijn, dat is ons bestaansrecht. Nu, op dit ogenblik, dat nooit meer terugkomt. Dit geldt niet enkel voor ons, maar ook voor de komende generaties. Door de tijd heen. Kortom. Het gaat om duurzaamheid, om sociale duurzaamheid, dat hand in hand gaat met sociale rechtvaardigheid. Ik weet dat we allemaal, het gaat naar het einde toe. Dus dat karootje hier is Anne de Wilde. En Anne de Wilde, zij is docente sociaal werk aan de hogeschool hier in Gent. Elk academiejaar nodigt Anne oudere mensen uit om samen met haar studenten het project Casala uit te werken. Het is eigenlijk een ontmoeting. Anne geeft absoluut geen lessen. Het is niet aan boord en luister hier maar allemaal. Nee, het is echt beleven, dat uitwisselen van tussen mensen, tussen jong en oud in dit geval uiteraard. Ik zou zeggen, vanuit die intieme sfeer wordt er met die respectvolle aandacht een en ander teweeggebracht. En mensen, het is hier in Gent dat werkelijk de kiemen worden gelegd voor een intergenerationele groei. Proficiat. Ik heb het niet vaak dat er een schoolervaring me zo diep raakt. Me raakte mijn kern, een ervaring die blijft resoneren. Iets die zo mooi was, die ik wil delen met vrienden en familie. Tijdens die 2 uren zagen we elkaar voor wie we zijn, zonder er doekjes om te winden. We waren authentiek en eerlijk. En op zo'n korte tijd zo verbonden te voelen door de diepgang van het gesprek, was hartverwarmend en vernieuwend voor mij. Het was zo verbazingwekkend hoeveel gemeenschappelijkheden we hadden, hoeveel universele thema's er naar boven kwamen en hoeveel herkenbaarheid en begrip we vonden in elkaars verhaal. In een wereld waar soms de nadruk ligt op onze verschillen, wil ik jullie uitnodigen om te vieren wat we delen, wat ons gelijk maakt en te kiezen voor liefde en verbondenheid. Dankjewel.
receptie wordt aangeboden door de erfgoedcel van de stad Gent, zodat wij kunnen overgaan naar de week van het Gent volgende week. Omdat die auto goed zou rijden. Dat is ook zo voor het intergenerationeel werken. Zoals Schepen Koppes al gezegd heeft, dat is ons bi en die willen wij toch graag een keer in de bloem zetten. Hey. Dank u wel en ik wil de ongelooflijke Big Bang dan bedanken om achter mij te staan. Ze zijn hier allemaal, maar sommigen zitten in de balkons en sommigen zitten in de coulissen en anderen zitten hier. Maar je zult ze allemaal herkennen op het beeld. En het is, ik hoop dat het in Gent een fenomeen blijft dat ouderen en jongeren samen creatief kunnen een soort kernexplosie teweeg brengen zoals de Big Bang hier in Gent. En ik wil de Ladybirds en het Takkenorkest een groot applaus. Ik denk dat er hier een internationale samenwerking aan het ontstaan is tussen Gent en Doetinchem. Ik denk dat we volgend jaar terug zo'n feest hebben. Liefste. Oké, misschien volgend jaar? Ja.